Iedereen die groepsfoto's maakt zal het wel weten. Er staat altijd iemand op die dan net zijn ogen dicht heeft of net even een beetje ongemakkelijk kijkt. Dat kan gebeuren. Dat gebeurt ook bij teamfoto's bij het voetbal. En ik laat je vandaag zien hoe je dat oplost. Allereerst maak je gewoon een hoop foto's. Niet eentje en klaar. Nee, je maakt er tientallen achter elkaar, allemaal met dezelfde instellingen op hetzelfde brandpunt zodat het allemaal over elkaar heen te leggen is en dat je de beste stukken uit kunt kiezen. Om het niet te moeilijk te maken, heb ik even deze twee foto's gekozen. En wat je doet vanuit Bridge selecteer je ze gewoon allebei en ga je hierboven naar Extra en Photoshop en kies je voor bestanden laden in Photoshop lagen. Ze worden nu geopend in Photoshop en ze komen allebei in één document boven op elkaar te liggen. En je ziet eigenlijk al een beetje wat er gebeurt. De bovenste foto en de foto daaronder zijn niet mooi met elkaar uitgelijnd. Hoe komt dat? Nou, je fotografeert dit in dit geval uit de hand en je wiebelt wel eens een beetje. Dus dan kan daar wat verschil in zitten. Geen probleem, ik heb ze op hetzelfde brandpunt gemaakt. Dus dat verandert niet te veel. Maar je selecteert gewoon allebei de lagen. Of als je meerdere lagen hebt, je selecteert de bovenste laag, houdt de shift ingedrukt en geselecteerd. De onderste laag en alle tussenliggende lagen worden dan geselecteerd. En je kunt Photoshop dit automatisch laten uitlijnen via Bewerken. En dan heb je daar staan lagen automatisch uitlijnen. Houd het gewoon op automatisch en klik op OK. Photoshop verplaatst nu de lagen een klein beetje zodat ze beter met elkaar matchen. Als ik nu bijvoorbeeld de bovenste uitzet, dan zie je dat er eigenlijk praktisch geen verschil is. Er is waarschijnlijk nog wel minimaal verschil. Het gaat mij even om deze speler. Die staat hier netjes met zijn ogen open. Dit is een foto met een niet al te hoge resolutie. Even spieken. Dit is al een oude foto. Nou, destijds nog gemaakt met een 1D Mark III. Dus dat was 8 megapixels, een 85 mm lens. En daar staan de instellingen. Maar op de onderliggende laag heeft deze speler dus een beetje zijn ogen dicht. En die gaan we dus corrigeren. Als de uitlijning helemaal perfect zou zijn, dan zou je eigenlijk gewoon van de bovenste laag, klik hem even aan om te selecteren, je zou een zwart masker kunnen maken door de alt ingedrukt te houden en hier op het zwart-witte bolletje te klikken. Vervolgens verdwijnt heel die laag, want de rest van de onderliggende foto vond ik wel goed. En met het kwastgereedschap en een witte voorgrondkleur maak je de kwast wat groter, klik er nog even met Rechtsop om de hardheid lekker zacht te zetten. En je veegt dit stukje van de laag tevoorschijn. In principe is dat goed, maar de uitlijning van het hoofd zit net niet lekker. Als ik het uit en aanzet, dan zie je het verschil. Dus dit is het niet. Ik gooi dat laagmasker nog even weg. Maar ik wil dus wel dit hoofd gebruiken. En hoe ga ik dat doen? Ik pak het lasso gereedschap. En ik selecteer even om dat hoofd heen, ruim om dat hoofd wel te verstaan. En dat ga ik transporteren naar een nieuwe laag. Ik druk op Ctrl J om van mijn huidige laag alleen de selectie naar boven te halen. En die zie je hier boven bijkomen. Zet ik nu die onderste laag uit, dan staat die er nog steeds boven. En zet ik even alleen deze laag aan door de Alt ingedrukt te houden en op het oogje te klikken, dan zie je dat we alleen dit als inhoud hebben. En die kan ik natuurlijk een beetje gaan verplaatsen. Dat doe ik via het verplaatsingsgereedschap. En ik maak de laag een klein beetje transparanter om er goed onder te kunnen kijken. En vervolgens kan ik gaan schuiven. Totdat hij beter past. En als hij beter past, zet ik de dekking weer op 100%. Nu heb ik expres daar nou straks met het lasso gereedschap een beetje meer geselecteerd. Want ik wil ook hier nog die zachte randen hebben. Je wil eigenlijk geen harde overgangen hebben. En je wil het gewoon makkelijk maken. Dus ik maak weer een laag masker, maar in dit geval is wit voldoende. Dus ik klik gewoon op het icoontje. Ik hoef geen alt ingedrukt te houden. Pak zwart als voorgrondkleur. Pak een borstel, die staat nog zacht ingesteld. En ik ga gewoon alles weghalen wat er niet bij hoort. En uiteindelijk houd ik dit over. Op een groepsfoto valt het uh, natuurlijk allemaal niet zo op, totdat je inzoomt en dan wel. Nou, hier staan de ogen prima en dit was dus de andere foto. En zo eenvoudig is het dus om een gezicht op een groepsfoto even te corrigeren. Dus nogmaals, zorg gewoon dat je voldoende foto's maakt, zodat je voldoende bronmateriaal hebt om uit te kiezen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doe doei! doei!